Hey, hallo allemaal. Het is 27 mei en het is vandaag al 31 graden en het is nu 12:15. En omdat het overdag zo warm is, zal het 's nachts ook warm blijven. Hele mooie kans om weer eens op de toren te gaan slapen, dacht ik. En dat is ook precies wat wij gaan doen vanavond. Vanavond gaan Anneke en ik op de toren bij Bjuksvis slapen. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Nou, we zijn er bijna klaar voor. We zijn bij Bjuks gearriveerd. Anneke is daar een beetje bezig. Straks gaan we lekker de toren op. Het is nog op tijd. Eerst nog een beetje klimmen. Zonnetjes onder. We zijn er klaar voor. We moeten daar omhoog en dan gaan we daar ergens gaan we vannacht liggen. Nou, en uiteindelijk zijn we dan de toren op gegaan. Ik sta nu boven op de toren. En het leuke is, jullie zien er helemaal geen zak van. Behalve daar een mooie rij lichtjes. Maar geloof me, ik sta echt op de toren. Kijk, daar zien we wat lampjes. En ah, nou zie je het ongeveer. Hey, daar is de klimhal. Dus ik sta bovenop. Kardingenplas. Daar zijn we dan weer. Dat was het slapen op de toren. Ja, er is wat fout gegaan. We hebben de missie moeten afbreken. Ik lag lekker te slapen vannacht en Anneke die schudt mij wakker van Theo. Daar is onweer, daar is onweer en daar is onweer. Wat gaan we doen? Dat was om 3:00. We hebben gelijk het boeltje opgepakt en de onweer is ons net weer langs gegaan. Maar we konden het niet op gokken, want het waren dikke onweersbuien. Dus we zijn, we hebben missie afgebroken helaas. Dus we gaan hopelijk volgende week een nieuwe poging doen. Maar voor zover is daarmee dit filmpje het einde. Het was in ieder geval wel een avontuur, dat kan ik je wel zeker verzekeren. En hopelijk is mijn volgende vlog dan wel een gelukte afgesloten filmpje van Slaap op de Toren. Met de daadwerkelijk bijbehorende prachtige zonsopgang. Wie weet. Volgende keer gewoon weer kijken. Dan zullen we het zien. Ja? Doei doei.